Een hele goede morgen mensen. En leuk dat je deze nieuwe video in december. En nog een paar dagen. En dan is het nieuwjaar. En dan komt de video's op zondag. Om 9 uur online. Dat is mijn 11 uur op zaterdag. Dat is in je agenda. Welke deel top vinden. En dan om nog stappen zou lijken. Is dat je me op mijn rugmanier zijn. Je zou volgen. En Instagram is natuurlijk ook. Instagram is door. En dan maak ik af en toe stories, wat ik allemaal doe. Zo niet film, of als ik geen filmvideo's maak. Ik ga nog kijken wat ik allemaal doe op vandaag in mijn stories. En ik heb natuurlijk, ik ken het natuurlijk, maar ik heb ook Apple Music. En als je dat niet hebt, kan je me ook niet volgen. Maar ik ben eigenlijk een van de weinige mensen die Apple Music heeft. En die er echt fijn vindt om mee te werken. Weet je mensen, welkom op Spotify, ik weet het, ik werk ook even mijn muziek. En ja, dan zou ik echt, dat vind ik echt heerlijk om gewoon muziek te draaien. Wat ik fijn vind, is mijn muziek is. Het is ook echt een radiostation. Even muziek bang. En terwijl, je kan ook een eigen accountje maken, heb ik natuurlijk ook in dezelfde naam. Zodat is het ook nodig. Dus ik kan me altijd volgen op een van de twee social media's. Eigenlijk is Apple Music geen social media, maar ook weer een beetje wel. Want ja, je hebt een accountje waar je muziek met elkaar kan delen. Met elkaar kan volgen en zo is social media. Dus volg je me nog niet daarop. Zal ik even kijken als ik het leuk vind. En ik heb er ook eigen afgelijst gemaakt. Zowel Coco-artiest, Crush-artiest, Model-artiest, Model-artiest-management en Isaac Favo. Daar maak ik hele muziek, post die muziek op. Ik leuk vind om te luisteren. En iedereen heeft weer zijn eigen muziek, catalogus in ieder afgelezen. Ik ga het weer hebben over wat er voor jaar is gebeurd is. En er is helemaal gebeurd voor het jaar. En ik heb ook, we beginnen natuurlijk iets hoogdraad is verliefd. Op één meisje ben ik later op terug. Maar eerst begin ik het begin van het jaar een beetje. Was het nog COVID, begin van het jaar, en toen waren we lockdown met z'n allen. En van maart, april was lockdown een beetje voorbij. Goed als, en toen op tijd voor een vrouwtje bent, dat je een vrouwtje voelt, deed ik naar de Tivoli. Dat was echt heel erg leuk, en ja, in de Tivoli was ik erheen gegaan, want ik wou een keertje uitgaan, een keertje anders. Ik ga hier nooit uitvoeren. Maar vaker ga ik uit nu. En vorig jaar heb ik al een ticket geboekt. En dat is Rondé. Ik zou eerst zo naar Romein gaan. Dan moet je weer geld. Maar ik ga nu naar Rondé en naar S10. Rondé is een Tivoli en S10 is een afvalslijf. Daar ga ik volgend jaar heen en daar heb ik heel veel zin in. Ik kom natuurlijk wel voor de video's over, uiteraard, over het vorige jaar, dit jaar. En dit jaar waren er twee artiesten in één, meer aparte avonden, maar nu gaan we twee soorten. Dus dit is Rondé volgend jaar en daarna S10. Lijkt me toch wat leuker dan twee keer hetzelfde te zien. Eigenlijk wist ik een beetje wat er kwam, gewoon met twee setjes, mijn vrouwtje en ja, ik dacht aan nog een keer wat anders. Ik kan ook andere artiesten kijken voor de prijsjes. Of voor Sommieu, maar ik had er echt voor Rondé en S10. En ja, ik kan ook iets uit en dan klaar, wat ik ook niet echt leuk vond. En ja, ik had zoiets van, joh, weet je, daar heb ik volgend jaar meer over. Ik ben apart op zich erover. En ja. Het is wel heel tof om daarheen te gaan weer en volgend jaar ga ik begin van het jaar twee keer naartoe en ja, toen was het ook heel voorbij en toen kwam er weer naar een concert naartoe. Van ja, weet je wat, maar kan ik er gebruik van een concert maken, om naar een concert naartoe gaan en daarheen te gaan en dacht ik, dan ga ik ook niet weer doen. En toen kwam was het Valentijn al niet eerder. En toen had ik een video over Lydia. Lydia vond ik toen wel leuk, aardig. Ik vond het echt niet alleen om voor verliefde, maar ook
Dat je ook eigenlijk ook aardig vindt en iemand ook aardig vindt. Resultaat ook daar ook voor. Meestal mensen vergeten dat dit is. En ik dus niet. Dus ja, ze doen ook een beetje van joh, weet je. Het is Valentijnsdag. Dus gewoon iemand zeggen, goh, ik vind het wel aardig. Ik zeg ook, ik vind het leuk, maar dat ik leuk en vind van aardig natuurlijk ook weer wel. En ja, de kleedje van ons is dat we nog geen Filipijn. Maar dat er wel minder wordt nu een beetje, want ja. Het is gaat gewoon door, hè. Het ding, het leven. En ik word natuurlijk ook wel meer anders en meer veranderd in mijn leven. En vind ik niet meer leuk? Ja, misschien. Tot volgend jaar wel misschien ergens. Al zien op een andere dag in december. Als het, kan ik het nog kan redden qua video's. En ja, ik had zoiets van, joh, weet je. Dit jaar is er veel gebeurd in mijn leven. Niet veel, gewoon leuk. Ik heb dingen gebeurd en heel erg gaaf geweest. Allemaal en gewoon YouTube gewoon rustig gebleven. Twee series, dan vorig jaar, jij erop kwam. Ik zoekt vrienden, seizoen 2. En ik zoek de liefde, seizoen 1. En dus ja, ik had zoiets van, joh, weet je. Ik heb een goede series gehad in dit jaar. Natuurlijk, ik heb het voorjaar en nooit echt in de vakantie. Want dan heeft net de vakantie gaat het ook echt weg. En dan neem ik ook geen series op eigenlijk. Dus ik opnemen van tevoren, maar niet echt online zetten. Dus zo doe ik dat niet van jou, weet je. Ik heb aan mijn best een beetje gewoon leuke series gehad. Ja, de serie was nog in oktober, ik heb hem ook in augustus. Als de serie nog is, in liefde. En ja, en dat is gewoon echt leuke dingen om dat te maken. En ja, en toen kwam de zomer, gewoon een lekker saaie zomer gehad. Nu lekker weer natuurlijk, buiten geweest. Buiten gereden, want ik wil alleen nog geen vlog meer. Dan vlog ik allemaal niet meer, omdat ik op foto's gezet natuurlijk, buiten ging. En gaan we door en toen was het nou weer augustus. In augustus was het gewoon echt chill. Maar een beetje om lekker weer nog en heel erg fijn om gewoon lekker te werken thuis. En nu is het kerst geweest en dan gaan we naar oudjesavond toe werken met z'n allen. En kijk om nog iets over en wat ik daar vind. Wat ik daarvan vind, even vertellen, maar in ieder geval is het gewoon nu gewoon een chill jaartje geweest voor mij. En ja, ik hoop dat jullie leuke video vonden. Zo ja, zeker met de dikke omhoog. Dan mag ik natuurlijk niet te volgen. Om mijn socials, om mijn Instagram en om mijn Apple Music. Dat vooral niet te doen en dat regelmatig wel. Tot morgen om 11 uur.